Nou, welkom bij de allereerste aflevering van Club Portret. In Club Portret gaan we langs alle 20 keukenkampioendivisieteams en leren wat meer over de club. En vandaag zijn we op bezoek bij Roda JC en ex-speler Mark Luipers. Mark Luipers was onderdeel van het beste Roda JC ooit. In het seizoen 1994-95 eindigde ze tweede achter Champions League winnaar Ajax. Het seizoen omschreef hij als volgt. Heel bijzonder seizoen natuurlijk. De voorbereiding, volgens mij speelde het toen ook wel aardig, zeg maar. Maar hadden we nooit gedacht dat we, zeg maar, zo hoog zouden kunnen eindigen. Volgens mij op het einde van de voorbereiding toen kwam Raymond Attenveld erbij. Ik denk dat hij toen de ontbrekende sleutel was tot het succes. De stofzuiger net voor de verdediging. We speelden toen ook met z'n drieën achterin. Ik als linksback, Johan de Kok centraal en Ger Zender als rechtsback. Dus we speelden eigenlijk overal 1-1. En hadden gewoon een heel goed elftal toen. Met op dat moment misschien niet eens zo'n bekende jongens. Maar met Max Huibers als linksbuiten. Met Babagida als rechtsbuiten. Of Tomek Iwan, die het later ook goed heeft gedaan. Maurice Graaf in de spits. En een middenveld met Barry van Galen. Dus die later ook nog een behoorlijke carrière heeft gehad. Van de Leur. En Arno Domenik en Marco van Hoogdalen aan de rechterkant. Dat hadden we echt een heel goed team. Het ging vanzelf eigenlijk. We hadden toen ook een goede trainer natuurlijk met Huub Stevens en Eddie Achterberg, wat echt een twee-eenheid was. Huub behoorlijk streng, maar wel heel menselijk, dat vergeten de mensen wel eens. We denken dat hij alleen maar heel streng en hard was, maar hij had ook echt een menselijke kant. En Eddie Achterberg, die haalde hij weer uit de put als Huub je erin had geduwd. Een van de mooiste momenten voor Luipers in zijn carrière was het scoren in de kwartfinale van de UEFA Cup tegen AC Milan. We speelden hier toen verloren met 1-0. Dus we achten ons eigenlijk wel redelijk kansloos in Milaan. Tegen het grote AC Milaan natuurlijk. Maar vanaf het begin van de wedstrijd hadden we wel het gevoel van hey, er is wel wat te halen. Want Milaan die zette niet echt druk op ons en liet ons wel voetballen. Dus we kwamen steeds beter in de wedstrijd. En op een gegeven moment, in de 70ste minuut, 71ste minuut. Toen kwam er een voorzet van Garba Lawal van de linkerkant. En ik had me al een beetje bij de tweede paal genesteld, want niemand hield mij in de gaten. En toen kwam de bal en ja, het was eigenlijk een hele wat trage voorzet. En ik denk, kut, ik ben te laat. Dus ik rende er naartoe, ik was niet meer de snelste. Maar ik kwam nog net op tijd om hem precies uit de dropkick te nemen en toen ging hij in het netje. Wat maakte Roda JC vroeger zo speciaal? En dat was wel een hele bijzondere sfeer, ook na de wedstrijd. Alles was heel kort bij elkaar, zeg maar. Supporters, alles liep door elkaar, supporters, spelers. Na afloop gingen we ook in Polonaise naar de kantine toe, zeg maar, waar de supporters zaten. Dus dat was echt het oude Roda, waarbij zeg maar, de samenhorigheid tussen alles en iedereen zeg maar, heel groot was. Tussen personeel, supporters, spelers. Ja, dat ging allemaal door elkaar heen. Hoe ziet de saamhorigheid en betrokkenheid er nu uit bij Roda? Nou ja, tot nu toe ziet dat er heel goed uit. Als je ziet wat de supporters hier hebben gemaakt onder in de gang, zeg maar naar het veld toe. Die mijnschacht die de supporters hebben gemaakt en de bioscoopzaal die zij zelf ook hebben gemaakt. Ja, dat is wat je, vind ik, verwacht van een club als Roda. Want ik vond Roda jarenlang geen Roda meer. Maar gewoon een club, zeg maar. Maar nu zie je weer het Roda van vroeger terugkomen. De betrokkenheid, zeg maar, die er heerst onder iedereen en dat iedereen gewoon dezelfde kant op wil. En dat zie je nu wel terug en dat is gewoon hartstikke mooi om te zien.